leuk soms over die kleine plekjes. We zitten hier nu in Vlijmen. Weet jij toevallig de bijnaam van Vlijmen? Knotwilligendam. Dat is met de carnaval. Oh. Maar is dat Knotwilligendam? Ja, volgens mij is het Knotwilligendam, ja. Ja, dat is Knotwilligendam. Knotwilligendam, oké, dat is met carnaval. Ja. Maar heeft Vlijmen geen bijnaam? Geen idee. Of Flamand of zo? Of? Geen idee. Nee, oké, ik weet het ook niet, dus het was ook een vraag. Hey, leuke steegjes, maar we gaan zo meteen verder een stukje geschiedenis kijken. Een beetje meer beleving krijgen over het dorp Vlijmen, want we gaan hier natuurlijk nog veel vaker terugkomen. Maar weet jij... Zullen we lopen? Ja. Weet jij waar de Vlijmenaar heel veel jaar geleden onbekend stond? Wat hier, zou ik maar zeggen, Den Bosch had dan de sigarenmakersindustrie. Ja. Nou ja, als je richting Veen, waar natuurlijk de bloemen. Ja. En Vlijmen, wat deed je die over het algemeen? Gras. Ik kan wel zeggen. Wie? Gras. Gras? Ja, hier zit een fabriek die is gras hoor je maken. Of grassoorten, weet ik het allemaal. Ja, nee. Later zijn het inderdaad wel tuinders en teelders geworden. Ja. Maar voor die tijd waren ze sterk in iets compleet anders. Vertel? Ja, dat vraag ik aan jou. Ja. Nee, ik weet het niet. Kijk uit de stoep, hè? Oh ja. Ja. Kijk uit het paalje. Oh ja, dat weet ik. Laat dat zien. Je loopt er bijna tegenaan, hè? Oh ja, nou. Ze waren namelijk van oorsprong, waar een heel veel mensen hun geld mee verdienen, was in de schapenteelt. Oh, schapen. Schapenteelt. Ja, ja. Ja. Het regent, hè? Ja, het regent, ja. Tussen 1810 en 1821 maakte Vlijmen deel uit van de gemeente Vlijmen-Engelen. Dus er is heel veel in die tijd... Kom maar, loop maar door. Heel veel in die tijd veranderd. Wordt hier wel smal, hè? Ja, het is een beetje smal, geeft niet. Later gingen de gemeente Nieuwkuik en Haarsteeg, die werden ook samengekoppeld. Dat was in 1935. En nog niet zo heel lang geleden is eigenlijk alles geschaard onder één grote gemeente. En dan ga ik aan jou weer, ik ga even kijken hoor. Dan ga ik aan jou weer het raadseltje of de vraag, hoe heet de gemeente nu? De totale gemeente waar Vlijmen onder valt. Den Bosch. Nee man. Nee. We bedden toch ook... Oh, Heusden. Ja. Heusden. Heusden. En vraag ik me dan af, hè, waarom als dan de oorsprong ligt in het toch vrij grote gemeenschap onder de rook van 's-Hertogenbosch, waarom dan een... En het gemeentehuis, dat staat dan ook hier in Vlijmen, waarom dan het de gemeente Heusden is. Het gemeentehuis staat in Vlijmen, het dorp ja, een stuk groter. Ja, ze hebben de telefoonnummer van Den Bosch. Ja, dat is 073. Ja. Dat heeft niks met de gemeente te maken, hè? Dat is de telecomwet. Ja, ja. Ja. En ik wil toch eens eventjes terug naar die oorsprong, hè? Dat mensen na de schapenteelt gingen ze veel werk op het gebied van de landbouw, hè? We hebben preitelers hier gehad in de omgeving, kortom. Er werd van alles gedaan om van de landbouw te leven. Hè? Dus groentetelers. Nou ja, groente is natuurlijk een gezond iets. En kijk eens. Hey, een groenteboer. Ja, nou, ik vroeg me eigenlijk al af van, heb jij nou echt niet in de gaten waar we naartoe gaan? Ik niet. Wie hebben we nou daar straks gezien bij Prins C? Och ja, dat klopt. Dat was een groenteboer, ja. Ja. En hoe heet die groenteboer? Ja, oké. Onze Jos. Oh ja, Jos was dat, ja. Ja, ja Jos. Nou, ja. Die heeft hier zijn winkel. En een eindje verder in de zijstraat heeft ze een groothandel. Dat is dan bij de Braai daar de straat in. Maar hier is zijn winkel, dus ik ga hem gewoon even zoeken. En laat het gewoon eens een keer lekker brutaal zijn. Ik ga mijn eigen bak koffie inschenken. Dat durf. Ja. Valt er voor mij een hoekje in dan? Oké. Ja. Oké. En dan zie ik hem binnen, hè? Is goed. Oké. Over de betekenis van de naam Vlijmen valt weinig met zekerheid te zeggen. De oudste schriftelijke bron spreekt van Vlijmen, wat heim in een waterrijke streek zou kunnen betekenen. Het dorp dankt zijn ontstaan aan de heer van Heusden, die het in 962 stichtte, in het jaar 962.
Deze ouderdom wordt bevestigd door aardewerkscherven die bij de Hongerenbrug nabij de Voordijk nummer 63 in Vlijmen zijn gevonden. De Hongerenbrug, misschien het eerste stenen gebouw van Vlijmen, wordt al vermeld in het jaar 1375. Het laatste restant ervan is verkocht in 1662. In oude akten is ook nog sprake van een slot Borre, dat gestaan zou hebben op de Ekelaar, een eikenbos ten oosten van de Kennedybrug. Het dorp, waarvan het centrum oorspronkelijk in de omgeving van de hervormde kerk lag, behoorde tot het hertogdom van Brabant. Maar tussen 1335 en 1339 was het Gelders bezit, waarna het weer terugkwam aan Brabant. Op 29 maart 1356 kwam het bij Holland, maar dit gaf aanleiding tot problemen die leidden tot verwoesting van Vlijmen door de Bossenaren. In 1374 werd na de uitspraak van scheidsrechters de nieuwe situatie bestendigd en tot 1814 is Vlijmen bij Holland gebleven. Van het middeleeuwse Vlijmen is betrekkelijk weinig bekend. Er moet al vroeg een kerk hebben gestaan, want het kruis van de huidige hervormde kerk draagt het jaartal 1122. Wel weten we dat de Voordijk in Vlijmen rond 1272 is aangelegd en de Heidijk in het jaar 1360. De Vlijmense schuttersgilden die zijn heel erg oud. Zo wordt van het Onze Lieve Vrouw schuttersgilde aangenomen dat het in 1320 zou zijn opgericht. De Sint-Barbara-schuts in 1425 en de Sint-Catharina-schuts in 1469. Het dorp kreeg in 1473 zijn eigen schepenbank voor civiele en strafrechtelijke zaken. Vlijmen heeft in de loop van de eeuwen zwaar te lijden gehad van oorlogen. Vooral ook omdat het in de onmiddellijke omgeving van de vestingstad Den Bosch was gelegen. In 1543 richtte Maarten van Rossum met zijn Gelderse zware vernielingen aan. De Spaanse troepen deden dat ook op hun beurt in 1584, terwijl in 1587 bij oorlogshandelingen de kerk werd verwoest. In het jaar 1610 werd deze inmiddels weer herstelde kerk door de protestanten in gebruik genomen. De katholieken bouwden in 1740 een schuurkerk aan de Voordijk. Deze werd in 1805 opgevolgd door een definitief gebouw, terwijl de huidige kerk op 12 november 1866 werd ingezegend. Vlijmen telde ook veel woningen met rieten daken en ook veel hooimijten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Sint Donatus, de patroonheilige tegen donder, bliksem en brand, voor de Vlijmenaren de beschermheilige bij uitstek was. In het jaar 1886 richtte een aantal Vlijmenaren ook een broederschap van de heilige Donatus op. Vooral grote gezinnen sloten zich erbij aan. De leden kwamen niet alleen uit Vlijmen, maar ook uit de wijde omgeving en zelfs uit de buurt van Den Haag. Het lidmaatschap bood voorspraak van Donatus tegen de schadelijke werking van onder andere onweer. En tijdens dit onweer moest ook de litanie gebeden worden en het huis met wijwater worden besprenkeld. Hey! Dief. Oké. Okay. Ja, waar is het? Waar is het? Waar is het? Een druif. Oh, een druif. Lekker hoor. Alles is hier vers. Ik hoop dat de koffie ook vers is. Gewoon kijken. Hallo. Hallo. Kom, bak je koffie? Oké, ze hebben het al. Ja, sst. Het doet het toch niet hoor, ja. Ja, waarom niet? Hé? Waarom niet? Brabantse gastvrijheid, jongen. Brabantse gastvrijheid. Zo, ik heb voor jou in gemaakt. Even mij in. Oh, daar staat hij, Jos. Hé? Jos! Ja, goedemiddag. Bak ze koffie? Ja, dat mag bak ze, jongen. Hé! Hey. Ik dacht, ik ga toch even langs jou, joh. Ja? Ja, ik zag het net. Leuk. Net zoals jou daar bij Prinsee. Ja? Ja, dat is een goede klant van me. Ja. Dankjewel. Ja, kostte nog een moeite gespaard. Ja, dat is wel. Hè? Het is wel de laatste, nou heeft Adrie niks.
Dan moet je even geduld hebben, want dan zetten we daar ook nog een bakje voor. Jos, ik ben toch eens benieuwd wat jij doet. Die naam al, Vitamine Tuin, toen dacht ik van jongen, dit is echt wat ik nodig heb. Ik ben aan het lijnen natuurlijk op dit moment. Ja, dan ben je hier wat goede adres. Ja. Dus ik wil toch eens even jouw winkel in en samen met jou even doorlopen waar je goed in bent, waar je groot in bent, waar het vandaan komt, hoe het ontstaan is. Ik heb hier een klein kantoortje, dus ik doe dat toch liever in de winkel. Dat is goed, dan gaan we zo. Even naartoe lopen? Ja, ja. Zet de koffie maar weg, dan laat ik deze ook even staan. Dat pak ik dadelijk wel. Niet aankomen, hè? Oké. Okay. Jos, we zitten hier op de akker, een doorgaande weg, hè, in Vlijmen. Drukke straat ook. Een hele drukke weg als je Vlijmen binnenrijdt. En het winkelcentrum waar jij ook een onderdeel van uitmaakt hier, dat is de Oliemaat, sinds 1997. Sinds 1977 staat het winkelcentrum en de naam komt eigenlijk van, omdat vroeger hier zat die oliehandel Pullus. En vandaar dat de Oliemaat... Dus die heeft toen goed gebeurd natuurlijk. Dat denk ik wel, ja. Dat weet flinke naken. Denk het ook. Hey, we zouden eigenlijk in de winkel gaan staan, maar we zijn buiten. Want buiten is er ook heel veel te zien, hè? Ja, ja. Heel erg uitnodigend, moet ik zeggen. Waar gaat jouw kracht vanuit? Wat maakt de Vitaminetuin en Vest is het lekkerst zo uniek? We proberen producten te hebben die onderscheiden zijn van de supermarkt. Kwaliteit aan een goede kwaliteit prijs. Combinatie, ja, die moet gewoon goed zijn. Dus mensen kunnen hier 100% zeker groente en fruit vinden die in de supermarkt niet te koop is? Nou, qua smaak en denk ik dat het gewoon beter is. Maar ook qua soort bijvoorbeeld. Soort, ik zie daar bijvoorbeeld paddenstoelen. Hè? Dus een paddenstoelsoort. Ja, omdat herfst is, hebben we natuurlijk paddenstoelen is nou hot item, pompoenen, druiventijd, muskaatdruiven, de kakies, dat is eigenlijk van deze tijd. Maar zoals paddenstoelen, ja, die proberen we... Ja, allerlei soorten te hebben. We hebben hier ook een mix van paddenstoelen. Maar die creëer je zelf, die maak je zelf. Verpakt zelf? Ja, die maken we zelf. En eventueel ook voor de mensen die het nog makkelijker willen hebben, hebben we hem ook gesneden. Maar ook wat leuk is onze herfstroerbakgroente. Ook maar paddenstoeltjes. Het is net even wat anders inderdaad, ja. Ja, ik denk dat zoals die roerbakgroente zeker een product is... Ja, dat niet zomaar in de supermarkt ligt, zou ik maar zeggen. Er zijn allemaal, die recepten maken we ook zelf, die verzinnen we zelf. En, hoe is het allemaal zo ontstaan, Jos? Je bent niet zomaar groenteboer geworden natuurlijk. Of is dat een rotwoord, groenteboer? Ben je meer groentespecialist? Groentespecialist of wat mijn collega's ook wel eens zeggen, is groentejuwelier. Groentejuwelier? Ja. Dus de boer mogen we niet zeggen? Meneer de groenteboer? Meneer groentejuwelier. Oh, groentejuwelier. Nou, ik kijk ook wel een vraagje naar jou, hè? Ja, dat is goed hoor. Weet jij dan toevallig met een vegetarische kannibaal doe eten? Nee, dan gaan we wel hele moeilijke vragen stellen. Ik weet het wel. Ja. Groenteboertjes. Ja, dus hij moet gewoon nooit naar een diep Afrikaans land. Nee. Behalve voor zijn kokosnoten. Ja. Hey, leuk, zullen we even naar binnen gaan, Jos? Want jouw winkel is verdeeld in verschillende onderdelen. Hè? Als ik binnenkom, ik kan hier gelijk mijn verse sapje tappen. En voor deze tijd ook de pompoensoep. Ja. Maar de tomatensoep, die maakt mijn moeder. Ouderwets recept. Echt waar? Ja. Die maakt mijn moeder. Ouderwets recept. Echt 100% verse tomaten. Komt geen pakje of poedertje aan te pas. Dat is echt onze hardloper. Dat verkopen we echt veel. Nou, je het toch over thuis hebt, hè? Want ik bedoel, het is natuurlijk ooit ontstaan. Jullie opa die was al op den hof bezig, hè? En later jouw vader. Ja, mijn opa die is vroeger met groente en fruit begonnen. Helaas heb ik hem niet gekend. Maar mijn vader die zit ook al 50 jaar in de groente en fruit. Ik heb nou begrepen dat hij bij jouw onderneming de MVA is. Ja, dat klopt, ja. Het mannetje van alles, ja. Hij zegt, ik noem het maar vrijwilligerswerk, maar hij staat elke morgen nog heel vroeg op om de inkoop, dat ligt gewoon zijn hart. En zolang dit kan, moet ik het gewoon laten doen, want dat doet hij met liefde en plezier. Jos, je had het over jullie moeder die dan de tomatensoep maakt en jullie pa die eigenlijk nog steeds hier aanwezig is als het MVA. Ja, ja die doet eigenlijk nog de inkoop. Die is 70 jaar en is er 50 jaar in de groente en fruit. En elke morgen is hij nog vroeg op om mij te helpen met ook horecabestellingen klaarmaken. Maar daarna gaat hij naar de veiling of naar de groothandel. Is het ooit anders geweest? Was jij ooit opgestaan om hem te helpen vroeger? Ja. Toen ik klein was ging ik al vroeger mee naar de veiling. Dat vond ik geweldig.
Ik was altijd blij als ik niet naar school hoefde, dat ik vakantie had, zou ik maar zeggen. Serieus? Dat veilig kon, ja. Hebben we eens mee mogen bieden? Ja, echt. Je had nooit gezegd van, ja, nou roep je, jongen. We zijn wel eens bezig geweest dat ik ook op die knop mocht drukken, zou ik maar zeggen. Maar ja, uiteindelijk ben ik, zijn we een winkel begonnen. Ja, precies. En die winkel, hè, die bestaat ook veel uit streekproducten. Ja, ja, ja. We doen veel inkoop op Veilingse Bommel, zeker in het Hollandse seizoen. Dus het zacht fruit, sla, prei, bospeen, ja, komt eigenlijk allemaal uit de streek. We hebben bijvoorbeeld altijd bospeen van Van Dam, dat is een tuinder uit Simmerichs-Gestel. Prei hebben we altijd eigenlijk van Van Dam. Ja, dat is gewoon de beste die in de buurt te kopen, zou ik maar zeggen. Precies. Ja. Hey, en ik zie ook dat je hele aparte producten hebt. Ja. Ik heb hier bijvoorbeeld een truffel aardappel. Ja. Waar dankt hij zijn naam aan? En wie komt hiervoor? Hij ziet er eigenlijk uit als een verse truffel, zou ik maar zeggen. Hij is echt mooi paars van binnen. En zo zijn we nou met de paddenstoeltjes, lekker in de oven. Maar heeft hij dan ook een beetje, neigt hij naar die truffelsmaak? Ja, er zit wel een beetje een nootachtige smaak aan. Ja. Lekker zeg. Hey, en aan die kant zie ik heel veel salades liggen. Hè? Een grote schaal met druiven. Hey. Nou, lekker jongen. Ja, dit is eigenlijk onze eyecatcher, om het zo maar te zeggen. Onze salades. Maaltijdsalades. Gevulde portobello's, gevulde paprikatjes, een gehakt tortillaatje. Wat ook leuk is hang op uit Vlijmen. Hang op? Uit Vlijmen. Dat is een... Uitgelekte yoghurt. Met kersenbloesem. Nou, deze week is het met kersenbloesem. We hebben hem ook naturel, maar volgende week is het bijvoorbeeld met stroopwafel. En de mensen komen daarvoor? Ja, dat is een... Leuk zeg. Echt een streekproduct. Ja. Jeetje, je kunt hier zoveel ideeën op doen. En vandaag de dag, met de programma's die we op televisie zien, met mensen die naar programma's kijken, op internet, om leuke, goede maaltijden, gezonde maaltijden te maken. Dat is belangrijk, ja. Ja, je hebt hier gewoon echt alles gewoon. Ja. Ja, we hebben voor iedereen wat wils natuurlijk. Ik laat ook heel veel proeven. Mensen, sinaasappels, iedereen heeft ook een eigen smaak. Dus dat vinden mensen ook heel prettig. Want als ze vragen, waar zijn de lekkerste? Ja, proeft u zelf maar. Ja, precies. Ja. Beter dan... Ja. Ik heb toch een stomme vraag. En ik wil echt geen collega's supermarkten waar ze ook aan groente doen. Ja. Ik zeg het een beetje denigrerend, maar dan koop ik wel eens een appel en dan zie ik al zo'n beetje aan de buitenkant van ik vind het zo'n gok om deze appel nou mee te nemen. Hoe voorkom jij dat? Hoe voorkom jij dat als ik thuis ben niet in een meelpeer bijt? Ik denk dat wij zeker met de presenteren van het fruit daar wij ook zorgvuldig mee omgaan. Meer aandacht aan besteden. Als je bijvoorbeeld hebt dat een supermarkt is, ik noem maar zomaar iets, 70 uur in de week open, maar zo'n afdeling wordt maar 30 uur bemand. Dus 40 uur loopt er niemand op de afdeling. Dus gewoon minder aandacht, voor het vers. Wij zijn eigenlijk heel de dag bezig met de producten. Lekker zeg. Hey, en achter zijn de, want met hoeveel mensen staan jullie hier in de winkel zo in zijn algemeen? Nou, vanmiddag zijn we met drieën, maar over het algemeen zijn we met 3-4 mensen voor de middag, 3 na de middag. In het weekend wel weer meer. Dus een combinatie van de mensen die in de winkel staan en die achter aan het voorbereiden zijn. Ja, we hebben eigenlijk altijd iemand in de winkel voor de verkoop. En die ook de winkel een beetje bijhoudt als ze eraan toe komt. Ik heb liever dat ik dat zelf moet doen, want dan komt zij er niet aan toe. En achter hebben we iemand, 2 mensen snijden, inpakken. Ja, we doen eigenlijk alles. Kun je voor mij ook iets snijden? Ik wil het zien. Ja, dat kan ook wel, ja. Ik vind het zo moeilijk. Ik moet elke avond nou vanwege het lijnen wat ik doe, moet ik gezond eten. Maar ik ben toch wel een moeilijke eter. Ja. Dus als ik nu tegen jou zeg, ik wil een rood paprikaatje gesneden hebben met een snijboontje. En ik bedenk daar nog iets verder bij, dan kunnen we dat maken. Ja, dat kan ik dan maken. Ja. Oh, dat wil ik. Lekker wat groenten van. Ja, dat gaan we doen. Ja, leuk. Nou, oké. Ook zo lekker aan die vers gesneden groenten hierachter. Ja, ik zie wel dat je weer iets geschooid hebt. Nou, mag het een beetje minder met die bewoording. Deze mensen die zorgt ervoor gewoon dat ik mijn doelstelling ga halen.
Ja, ja. En alle mensen die thuis zitten, die moeten niet zeggen, morgen begin ik, maar vandaag begin ik met gezond eten. Oh, dus jij bent een beetje sponsors aan het zoeken zo. Nee, heeft er niks mee te maken, jongen, daar reken ik dat gewoon af. Er is helemaal niks aan de hand. Ja, ja. Jos, dit heb je met de hand gedaan. Dat is een goede roerbak. Die moet je ook echt met de hand doen, anders wordt die misschien te fijn. Ja, met de hand kun je wel, een roerbak moet een beetje grover zijn, vind ik. Dus met de hand kun je wel grover snijden dan op het machine. En zoals paprika, champignons, uitje, courgette, die snijden we eigenlijk op de hand. En dan het grovere, ja, prei, witte kool, die wordt eigenlijk op het machine gesneden. Vandaar dat we, ja. Zien we hier achter iets van terug of zo, ja, dat het machinaal is gebeurd? Op de snijboon? Die snijden we machinaal. Ja, zoals de kool, witte kool, boerenkool. Het is ook wel leuk om te vertellen, bijvoorbeeld boerenkool. Ja, wij snijden dus echt puur alleen het blad, dus geen stronk, dus dat kun je ook gewoon zien, je ziet echt alleen blad. Niet van die harde stukjes erin? Van de harde stukken erin. Wij verpakken ook zonder gas, dus gewoon puur natuur. En bijvoorbeeld in de supermarkt doen ze om de houdbaarheid te verlengen, doen ze een soort gas bij. Dat die, en wij doen dat eigenlijk niet, dus het is echt gewoon lekker eten. Ja, fantastisch. Hey, ik wil toch nog eventjes jouw groothandel zien. Ik wil even naar de overkant. Ja, dat is goed. Gaan we even kijken. Ja, want daar draait het. Want wat ik dan toen straks zag bij Prinsé, dat kwam dan gewoon weer uit de groothandel. Ik heb dan een winkel en daarnaast doe ik eigenlijk een beetje horeca groothandel. Dus leveren aan restaurants, instellingen, scholen. Dat is eigenlijk het andere deel van de onderneming. We gaan er gewoon even naartoe. Ik neem wel even wat appels mee. Dat is goed. Dat is een Ja, dat kun je niet zien. Oei, staan we hier in vriescel of zo? Vries. Ik heb er geen oorwarmers op. Dus, heeft hij toch een IQ, hè? Dat weet ik. We staan hier in de koelcel. Dat zeg ik toch? Nee, vriescel zeg jij. Oh, is dat wat anders? Dat is heel iets anders. Dat is heel hetzelfde, ja. Oh, ja. Dat is onder nul. En dat is net boven nul. Ja, dus zou maar zeggen, in de vriescel ben jij onder nul. En wij zijn net iets boven nul. Jos, flinke cel. Dus hier, vanuit hier belever je met je vervoersmiddelen de horeca. Restaurants en ook de winkel, mijn eigen winkel natuurlijk. Ja, natuurlijk.